uit. Weet je welk boek ik net heb gelezen? Jacob en de Zeven Gevaar. Gevaar? Zei er iemand gevaar? Wat? Gevaar? Wat hoor ik? Zei je gevaar? Gevaar? Zei er iemand gevaar? Nee, jongens, rustig, rustig. Het is het nieuwste boek van Jacques Vriends. Jacob en de Zeven Gevaar. Gevaar? Gevaar? Waar? Wat? Gevaar? Ja, hallo zeg, mag ik even uitpraten? Het boek heet Jacob en de Zeven Gevaren, het nieuwste boek van Jacques Vriends. Oh ja, met Jacques Vriends loop je zeker gevaar. Bijvoorbeeld als je dit boek leest, dan loop je het gevaar dat je tegen katten gaat praten. En dan verwacht je ook nog eens dat ze wat terugzeggen. Als je dit boek leest, loop je gevaar betrokken te raken bij drama's achter de voordeur. In dit boek, Mijn vader woont in een tuinhuis, loop je het gevaar dat je nog vaak aan terug zult moeten denken. Als je dit boek leest van Jacques Vriends, Code Kattenkruid, dan loop je zeker gevaar. Gevaar dat je heel veel zakdoeken nodig hebt. Na het lezen van dit boek loop je het gevaar nog meer boeken over de geschiedenis te willen lezen. Want geschiedenis is super interessant. Wat wist jij bijvoorbeeld over de botersmokkel in de jaren 50 en 60? Het gevaar met de serie van de Bende van de Korenwolf is dat jij je ouders wilt overhalen om een hotel te gaan kopen en daar zelf te gaan wonen. En om dan allerlei avonturen te beleven. Ja, ja, boekenfanaten. Ja, ja, ik snap het, ik snap het. Het is ook zo, als je van Jacques Vriends houdt, loop je inderdaad gevaar om zakdoekjes nodig te hebben om dat je spontaan naar het asiel gaat en hoteleigenaar wil worden. Maar laat me nou even vertellen over dit boek. Het gaat over Jacob Veeman, die opgroeit in de jaren 50. Jacob Veeman, Jacques Vriends, hey, dezelfde initialen. Zal dat toeval zijn? Denk het niet. Jacob is eigenlijk een bange scheiterd. Hij is overal bang voor. Nou, eigenlijk voornamelijk voor de zeven grootste gevaren. Bijvoorbeeld zijn meester. Of een hele grote jongen uit zijn klas. Of om langs de begraafplaats te lopen. Hij probeert dat samen met een hele goede vriendin, Klaartje, zijn angsten te overwinnen. Er gaat nog wel het een en ander mis. Of het hem uiteindelijk gaat lukken, dat is de vraag. En moet je natuurlijk zelf gaan lezen. Zeker doen. Jacques Vriends.